Dat is hem. Ja, dat is hem. Ja. Ja. En nu is er nog een soort teken van hem gevonden, hè? Er is een teken van hem gevonden. Ik hoor net dat het in een ashoop gevonden is, maar dat wist ik dus niet. Maar er is een plaatje van hem gevonden en daar staat precies zijn naam op, zijn koosnaam, want hij heette eigenlijk David. Maar iedereen noemde hem Daddy. We hebben het nog steeds over Daddy altijd. Daddy Zak, en uit de Waardestraat 71, met zijn geboortedatum en de plaats Amsterdam. Wat doet dat met u, dat gevonden is? Dat kan ik u niet uitleggen, dat doet zo ontzettend veel. We hebben helemaal niets van hem. We hebben wat foto's die gelukkig bewaard zijn gebleven. Maar we hebben verder helemaal niets tastbaars. En in onze familie is hij gewoon blijven leven. We hebben het altijd over hem. Mijn kleinzoon is naar hem genoemd. Daddy hoort bij onze familie. En nu is dit er. En dat is in Polen. En één land waar het niet zou moeten zijn is Polen. En we willen het graag naar Nederland hebben. Ja, ik wil het graag in mijn bezit hebben. Ja. Hij was uw neef. Hij was mijn neef, ja. Was een, mijn moeder had twee broers en een van de broers was ook getrouwd. En wij waren waren de enige twee kleinkinderen van mijn grootouders. Heeft u Daddy gekend? Ik heb Daddy bewust, niet echt bewust meegemaakt. Ik was 4 jaar, hij was 8 jaar. Ik was 4 jaar toen ik, bijna 4 jaar toen ik in de Hollandse Schouwburg terecht kwam. En ik weet dat er altijd verteld is dat Daddy op me paste. Die was 4 jaar ouder, liep me altijd overal achterna. Hij noemde mij ook zijn zusje. En wat ik wel herinner is dat hij in de Schouwburg, waar ik speelde tussen de rode stoeltjes. In de Schouwburg liep hij mij ook steeds achterna, zodat ik niet weg zou raken. Ja. Dat is het enige wat ik me ervan herinner. Hij zorgde voor u? Hij zorgde voor mij en hij zorgt nog voor mij. Ik heb een heleboel gehad, maar hij heeft altijd weer gezorgd dat ik er bovenop kwam. Ja. Ja. Het is gewoon een teken voor mij. Het is een teken dat hij nog levend is, dat hij erbij hoort. U heeft hem levend gehouden? We hebben hem levend gehouden, ja. Het is ook een oud-Joods gezegde. Hè. Zolang wij leven, blijven zij leven. En zij leven zolang wij aan ze denken en over ze praten. Ja. Het is een bijzondere dag voor u. Voor een hele bijzondere dag, ja. Dank u wel.